dan heb je tussen dag 2 en dag 3, dus wat we eigenlijk zeggen na 2 weken en na 4 weken, gaan we eigenlijk altijd maar meer van de elementen die je aan het observeren bent door de dag, van de oefening die je meegenomen hebt, gaan we op basis van al die kruimeltjes die je vindt, gaan we eigenlijk doorbouwen en gaan we eigenlijk meer actief nu aan de slag met COVID. Waarom eerst die hoogbegaafdheidsmodellen en dan pas eigenlijk naar COVID? Dat is omdat de eerste eigenschap van COVID zegt dat je proactief kan zijn. Wat wil proactiviteit zeggen? Dat wil zeggen dat je altijd de keuze zelf in handen hebt. Die hoogbegaafdheidsmodellen is één van die elementen die, hoe bewuster dat je jou daarvan bent, hoe bewuster dat je ook zelf jouw keuzes maakt, omdat je weet wat dat jouw energie geeft en omdat je weet wat energie vreet. Dat gaat niet weer al hetzelfde als de vorige keer, zijn niet over de grote dingen. Ja, je weet eigenlijk al wat dat jou gelukkig maakt, hè? De grote euforische momenten en de heel ongelukkige momenten. Maar het zijn eigenlijk die subtiele energievretertjes die we er nog van tussen willen halen. En de hoogbegaafdheidsmodellen is daar de eerste stap in. Dan komt er van allerlei tools bij. Dus we gaan die eerste eigenschap, dus die proactiviteit, het feit dat je zelf die keuze in handen hebt, gaan we met een hele hoop tools, met een hele hoop hulpbronnen, met een hele hoop tips, gaan we daar eigenlijk actief mee aan de slag. En we beginnen aan die bouw van die Grommie Coach agenda, die eigenlijk geen agenda is, maar die eigenlijk een soort combinatie van dagboek en doelstellingen wordt, waar we altijd maar nieuwe elementen gaan aan toevoegen. Om een voorbeeld te geven, en je gaat er zelf mee aan de slag in zover dat je daar zelf mee wilt. Eén, sinds vorig jaar heb ik ook een NLP-cursus gevolgd. Dus ik heb daar nog een reeks tools, dus tools zodat je zelf kiest van ik ga die gebruiken of ik ga die niet gebruiken. Maar tools die jouw brein in staat stellen om meer en meer op de positieve dingen te gaan focussen. Zoals Tony Robbins zegt, where focus goes, energy flows. Het feit van door jou bewust van te zijn dat je zelf kan kiezen, het bewustzijn van die hoogbegaafdheidsmodellen plus alle tools die ik dan ga geven, kleine tips zoals ik er ook een paar al in de masterclass, in de gratis masterclass geef, zijn eigenlijk allemaal kleine elementen die ervoor kunnen zorgen dat je ja, nog iets meer energie uit die dag kan halen, nog iets meer authentiek naar jouw ik toe kan groeien. En voor alle duidelijkheid, dat is evolutief, hè. Dus ik gebruik al 10 jaar die tools, ik experimenteer continu met nieuwe tools. Het enige dat constante geweest is over die laatste 10 jaar, is dat ik altijd authentiek mezelf ben kunnen zijn in alle rollen die ik uitoefen. Maar dat wil niet zeggen dat de Rudo van 10 jaar geleden dezelfde Rudo is als nu. Want elke keer als je dingen leert, dat weet je zelf ook, je groeit wat, je zet een nieuwe stap. En daar kom je dan wel een keer weer een tegenslag tegen. Wat is het voordeel van die tools? Dus is dat je die tools kunt gaan beginnen gebruiken om tegenslagen sneller en beter aan te pakken. Het zijn wat pittige jaren geweest, zowel aan Chromicoach kant als professioneel binnen mijn projectwerking. Dus ik heb mijn ontslag verwerkt, zware ziekten, een overlijden verwerkt. Die tools hebben mij eigenlijk in gans dat proces geholpen om daar op een meer positieve manier mee aan de slag te gaan. En daar vooral heel veel uit te leren om de volgende stap te kunnen zetten. Dus eigenlijk in die eerste dag is het vooral de hoogbegaafdheidsmodellen. En dan de komende 2 dagen bouwen we meer toe naar die tweede eigenschap van COVID. Zijnde start met het einde voor ogen. Dus hij zegt echt effectief al met de bedoeling 15 jaar, 20 jaar ver te springen. En dan terug te keren en zeggen: oké, als ik dat wil bereiken, wat kan ik vandaag van keuzes maken? Om dan zo altijd maar door te bouwen. Wat is het voordeel als je die oefeningen in groep doet? Is dat je ook door ervaringen die anderen delen, dat je zelf ook nog een keer gaat reflecteren en dat je misschien iets kleins wel over het hoofd gezien had in jouw eigen observatie en wat je daar dan de komende week ook zelf weer mee aan de slag kan. Plus, het voordeel van snelle denkers is, we challengen elkaar graag, dus je gaat niet zo rap ervan tussen geraken. Iedereen voelt wel aan als het nog niet helemaal zuiver staat, het verhaal, en dan gaan we elkaar challengen om die lat toch wat hoger te leggen, daar toch weer wat verder in te springen. Dus die intensiteit gaat natuurlijk deel per deel wel stijgen. Eigenschap 4, 5 en 6, misschien belangrijk om aan te geven, want ik heb dat ooit keer in een masterclass als vraag gekregen. Dus in een boek zegt Covey eigenlijk dat je eigenschap per eigenschap moet aanpakken.
In de cursus pak ik ze eigenlijk alle zes aan, maar focus ik op één. Maar de eigenschap 4, 5 en 6, hè, denk, win-win, eerst begrijpen, dan begrepen worden en synergie, zijn eigenschappen die ik in elk deel ga gebruiken. Waarom is dat zo? Bijvoorbeeld, in het Delphi-model gaat het over interactie met de mensen rondom jou. Dat is eigenschap 4, 5 en 6. De keuze zelf in handen hebben, dat is meestal ook in relatie hoe dat je reageert op een collega, hoe dat je reageert tegenover je baas, hoe dat je reageert in gelijk welke situatie. Dus ook daar speelt die interactie. We nemen die elke keer mee, omdat nogal wat van de klanten daar soms wel een keer botsen. Er is een verschil in denken, een verschil in communiceren tussen een snelle denker en iemand anders. En het is heel belangrijk die zeker alle twee naar waarde in te schatten. Dat wil dus zeggen, denk win-win. Iedereen heeft zijn noden, iedereen heeft doelen die hij wil bereiken. Dus het is heel belangrijk dat in rekening te pakken. En dat eerst te begrijpen, dan begrepen worden, is nog veel belangrijker. Je hebt de keuze zelf in handen van eerst die energie erin te steken om de anderen te begrijpen. Niet vanuit het oogpunt, ik weet het antwoord al en ik moet de rest nog alleen proberen meekrijgen. Nee, vanuit het oogpunt van, nee, die hebben ook goede ideeën en die gaan zeker stukken zien die ik niet zie. Want als je 10 sprongen ver springt, garantie op de eerste stap gebeurt iets dat jij niet voorzien had, omdat je al zoveel verder gesprongen bent. Andere mensen kunnen net die blinde vlekken bij u zichtbaar maken en dat is die denk-win-win. De synergie ontstaat hoe meer dat je die dingen echt vanuit overtuiging gaat beginnen doen. Dus vandaar die dag 2 en dag 3 gaat over de keuze in eigen handen hebben, maar gaat eigenlijk ook weer over die hoogbegaafdheidsmodellen, gaat over hoe dat we communiceren, gaat over conflicten die we hebben en successen die we soms hebben. En we gaan het altijd verder gaan kneden en kneden, om tot echt een vol verhaal te geraken, waar al die elementen echt schoon op elkaar inspelen en waar dat bij onze volgende tegenslag we veel beter vanuit ons eigen perspectief kijken, oké, wat heb ik nu verkeerd gedaan of verkeerd geïnterpreteerd, waardoor dat dit zo gebeurd is. En twee, dat we er ook direct positief mee aan de slag gaan. Ik heb de keuze zelf in handen, wat ga ik nu doen om hier een stap vooruit te kunnen gaan. Dus we bouwen op, het staat een beetje in delen verdeeld op de site, maar eigenlijk gaat het organisch overgaan van het een in het ander.